touch the claws. Sup guys, it's your boy Dana met weer een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey op mijn channel. Ik sta hier met Ikaros. We staan in een gebied nog steeds zuidelijk van Athene. Als je bekijkt, dan ligt de Adrestia daar in het water. En zijn we de vorige aflevering daar geëindigd bij die tempel waar je precies nu daar zo tussendoor kan bekijken. En wat ik eigenlijk wil doen is eventjes dit synchronisatiepunt even snel ontdekken, synchroniseren, terug naar de Adrestia en eindelijk naar Mykonos gaan. Om dan dus de questline problemen in het paradijs eindelijk te gaan doen. Dus dit is in ieder geval mijn intro stukje. Ik heb ook nog iets anders wat ik met jullie wil delen. Dit is trouwens de toren van Sunion. Die gaan we dus synchroniseren. Iets anders wat ik met jullie wil delen is dat de game, naar mijn idee, altijd echt een fantastische fotomodus had, right? Ik maakte superveel foto's, dat deed ik al in Origins. En in deze game deed ik dat ook veel. Helaas hebben ze de besturing aangepast of gepatcht. En daardoor kan ik eigenlijk alleen nog maar mijn camera draaien. En links onderin, bij bewegen, zie je dat? Die L, je bewegen en draaien. L doet niks meer. L doet gewoon niets meer en ik kan niet meer voor of achteruit bewegen. En het is echt... Ik storm er de mateloos aan. Wat ik nu alleen maar kan doen is het cirkelen. Dus bewegen is weggehaald. Werkt gewoon niet meer. Ik moet nu de knop ingedrukt houden en dan becirkelen. En dan kan ik er omheen draaien. En dan kan ik naar... Nou, niet eens naar voren en achter. De enige manier hoe ik naar voren en achter kan is door te zoomen. Dus ik ben hier helemaal niet blij mee. En ik wil eigenlijk heel graag weten van jullie gasten... Of jullie hetzelfde ervaren. Of het ook bij jullie zo is. Want anders zou het zomaar bijvoorbeeld mijn controller of iets dergelijks kunnen liggen. Laat even weten of het misschien gewoon echt gepatcht is. En dat de game dus echt op deze manier nu werkt. Want die fotomodus slaat helemaal nergens op zo. De vrijheid die je altijd had om fantastische foto's te maken is letterlijk in één aanpassing weggenomen. En dat is zwaar kloten. Maar goed, ik ga dit prachtige stuk synchroniseren in dit nieuwe, niet eens een nieuwe gebied, maar wel een nieuwe gebied van Athene. Dit is eigenlijk het natuurgebied van Athene. Athene ligt helemaal daar achter die berg. Ik heb hier dus ook nog echt veel te verkennen, wat ik tot op heden nog helemaal niet heb gedaan. Ik heb er een kopje koffie bij, dus als jullie dat op de achtergrond horen, dan weten jullie in ieder geval wat het is. Nice, dit is gefixt. Ik ben nu eigenlijk alleen even benieuwd naar waar die rook allemaal vandaan komt. En daarna ga ik met een kleine subtiele knip een fast travel maken. Een boottochtje maken naar Mykonos om eindelijk die missie te kunnen laten vervolgen. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Het zal zich ook afspelen op een prachtig eiland, daarom ook. Zo, op afstand was er echt veel meer rook dan er nu te zien is. Gaat ie goed, guys? Ik heb nieuwe wapens ingesteld trouwens. Ik heb sowieso een andere uitstraling. Maar als je kijkt, ik heb een goudzwaard en ik heb een prachtige gouden bijl. Allemaal pittig sterk. Zo, nou oké, ik denk dat ik ook de wapens in de praktijk moet gaan testen, aangezien deze links, wat het volgens mij is, zojuist die gasten heeft afgeslacht. Hoppa. 12 zacht leer. Totaal onbedoeld, maar heb ik mezelf toch nog belangrijk kunnen maken om eventjes die gevangenen te bevrijden. Jongens, wat ik al zei, subtiele knip in het bestand en dan zien jullie me recht op Mykonos afvaren om daar de quest te vervolgen. Be right back en tot zo.
Zo, prachtig weertje, strak blauwe lucht. Het Griekenland hoe ik het liefst zie in deze game. Wanneer het zulk mooi weer is. Oh jee, gaan we weer gezeik hebben? Ja hoor. Zo! Die manschappen! Hey. What the fuck, ze vlogen echt door de lucht als ze stel wilden brassen. Nou, ik vaag gewoon door hoor, doeg. Geen zin in oorlog, maar die manschappen, hey. Tjo, er sloegen er echt een paar overboord. Hier is ook weer wat. Iets wat ik kan opduiken. En dat vind ik zelf dat vette locaties, dus dan behandel ik het ook meteen, weet je. Oh, wauw. Schildpadden en shit. Nou, dan toch maar zo'n fotootje. Omdat ik gewoon geen verdere afstand kan nemen. Hoe klote is dat? En dit staat ook weer... Hé, die hele fotomodus lijkt wel geglitcht, hé. What the fuck? Of het is mijn game. Maar ze zijn hem natuurlijk aan het updaten, aan het patchen. Want het zijn de dagen rondom de launch van de eerste DLC. Het zou er best wat mee te maken kunnen hebben. Maar irritant vind ik het wel, want... Weet je wat het is? Als bepaalde functies in de game gewoon al werken, dan vind ik het echt onzin dat als je iets gaat patchen... Oh, vaart even een schip voorbij. Dat als je iets dan gaat patchen, dat dat dan slechter wordt. Dus dat iets wat al werkt, dat dat dan kapot gaat door een patch of een update of wat dan ook. Dat vind ik echt de grootste onzin die er bestaat. Maar dat is op het moment wel gewoon gaande. Weet je, dit heb ik allemaal gekregen van dit opduiken. Oké. Okay. Maar goed, zonde man. Normaal gesproken als je een foto maakt in de fotomodus... ...dan kreeg je meteen een preview waarin alle effecten uitstonden en je gewoon een preview van je eigen fotootjes zat. Dat ging altijd smooth in elkaar over. Nou, weer niet. Ik kan nu mezelf niet eens meer bewegen. Als ik een foto wil maken. Lekker kut. Ach ja, laten we hopen dat ze het fixen. En 700 metertjes Mykonos. Roars, do your roars. We'll show them what we're made of. Really? Waarom gaan jullie vechten? Zo snel had ik ze ook in de fik staan. Kijk even. Oké, die ligt daar al. Yeah.
Zo agressief ook, met zoveel man op hem inhakken. Oké, dat is het laatste. Waarom nou weer een premie op Marsus? Godverdomme joh, ik wilde net gewoon rustig aanleggen in dit gebied. Oké, jongens, welkom in Mykonos, daar waar ik al een keer een synchronisatie heb gedaan. Prachtige area, ziet er echt heel stijlvol uit en hier op 60 metertjes afstand. Gaan we eindelijk die quest doen. Problemen in het paradijs. Ah, the Delos Islands. Two sides of the same coin. Delos, sacred birthplace of Artemis and Apollo, and Mykonos, where people do everything that's forbidden on Delos. Read me the note again. Eagle-bearing Mystios. That's you! Otharkis, cruel leader of Delos Islands, takes money from our pockets and food from our mouths, all to feed his Insatiable. Yes! His insatiable thirst for power. Podarkis is one of them, Barnabas. The ones hunting my family. Keep reading. We are a modest but fierce group of rebels who'd pay you handsomely to help us overthrow our vile oppressor. I pray the winds guide you swiftly to our shores, Mystios. Our people are dying. Signed, Kira. We arrived just in time to help. You see, Poseidon wasn't trying to drown you. He was getting you where you needed to go. Aggressively. Does the note say where Kira is? There are two locations marked. A camp along the northwestern coast and a hideout that looks like it's underneath the city. Podarkis sounds like a cruel man. He's worse. I once heard a family was late in paying their dues to the gods. Podarkis sent his men to their farm and took the young ones from their beds. When their mater and pater woke up to feed the animals, they discovered the animals were already feeding on the corpses of their sons. The sooner I send this monster to Hades, the better. Even Hades would shudder in his presence. This place seems nice. This island has a giant history, my friend. We don't have time, Barnabas. I meant Mykonos literally has a history involving giants. Apollo was once friends with Hyperboreans from the snowy north. Until one day, they sent two maidens and five of their men to Delos with offerings for the son of Zeus. They were never seen again. And Mykonos? The island itself was built from the corpses of giants slain by the legendary Heracles. My mind wandered. Remind me what the note said. Eagle-bearing Mystios. The short version, please. Podarkis,
Cruel leader, thirst for power, pay you handsomely, rebellion, people die. Dit is fucking grappig. It's time I met with this Kira. I'll have the ship ready in case we need any immediate departures. That was Cephalonia, and that was mostly your fault. Chere, Alexios. Chere, Barnabas. Het is Grieks toch een raar taaltje. B uitspreken als een V, doe normaal, joh. Oké, vind de schuilplaatsen van de rebellen. Beide schuilplaatsen bevinden zich op Mykonos. De eerste schuilplaats is een grot onder de stad. En de tweede schuilplaats is op een strand in het noordoostelijke gedeelte. Ten eerste, hoe gaan we onder de stad komen? Misschien daar. Oh, alright. Er worden mooie glitches gedeeld door de community. Altijd leuk. Hangt die dan? Nee, gewoon maar vraagtekens afgaan, I guess. We kunnen niet heel veel meer doen. Dan gewoon hopen dat dat de oplossing is. Dus ik ga daar maar gewoon een markering neerzetten. En dan gaan we locaties af om in ieder geval proberen een grot te vinden. Een grot die ons onder de stad zal brengen. En dan hebben we dus ook nog helemaal het noordoostelijke gedeelte van de stad, van het eiland. Kijk, dat kunnen we oppakken. Daar hebben we een strand met rebellen, dus we kunnen ook gewoon het strand afgaan, dat kunnen we ook doen. We zien het wel. Het is een prachtige area, echt een prachtige area, dus ik maak me er voor de rest ook niet druk om. Ik weet trouwens niet wat dit is. Dit zou ook zomaar iets kunnen zijn. Als dit met het eiland te maken heeft, kan het zomaar van de rebellen zijn. Who knows? Het is als voor haar gast, beschermer. Nissos heet die man. Elpis, zijn volgeling. Come on. Wel een stoere vogel dat hij zomaar die leiders durft lastig te vallen. Off we go now. Steengroeven. Kijk, dat dacht ik dus al. Bij zo'n steengroeven zou er zomaar eens een grot in de buurt kunnen zijn. Effies normaal, doe gap. Kijk, het zag er voor mijn gevoel uit, en volgens mij heb ik nog gelijk ook, dat er hier een grot naar binnen leidt. Onder de stad. Volgens mij is dat echt zo gek nog niet. Hoe close zitten we? Nou ja, we kunnen het in ieder geval proberen. Ik weet niet of ik gelijk heb en of dit onder de stad gaat leiden, maar deze steengroeven is op zich wel leuk om helemaal af te ronden. Goodbye, scum!
Ja, nou, laten we daar gaan liggen. Deze mannen. Het doet ze namelijk niks dat ik die gewoon door zijn schild heen beuk. Deed hem helemaal niks. Erg irritant, hoor. Oh, wow. What the fuck? Zijn timing was echt heel veel geluk. Meer geluk dan wijsheid, man. Ik had echt zo'n opgeladen aanval en dat deed hem echt net niks. Super kut. Hij ontweek het net op een millimeter. Als ik die had geraakt, namelijk was het al meteen klaar geweest. Maar goed. Ik ben weer steld. Hoe hoog is die man? 29, heeft een blauw wapen. Heel irritant. Goh. Mispoes. Oké, deze man wil echt onnodig sterk zijn met zijn gekke moves. Kijk nou. Rot op met die pijlen, joh. Oké, dat was echt... Sowieso deed hij een hele rare move op me, maar zijn pijlen, joh. Ik wil echt even gewoon van die fucking huurling af. Dus nog een poging en dan gaan we meteen die grot induiken. I should try to stay out of sight. Oké, ik heb het uitgecheckt, jongens. Hele irritante shitzooi. Hele irritante enemies. En nee, geen grot die leidt naar een gedeelte onder de stad. So nope, ik ben weg hier. Hey, daar Ella. Lijkt het misschien ook wel een beetje op zo'n extra eilandje aan het strand vast. Ja. Sick. Hier heeft het alleen ook niks mee te maken. Het moet namelijk zich afspelen noordoostelijke gedeelte.
van de heuvels. Kijk, zo groot is het gebied niet, dus het moet hier zijn. Moeten we dan maar gewoon doorheen sprinten of zo? Sowieso gaan ze boos worden. Nog een geluk. Hier moet het ergens zijn. Ja, zie je? Hold up. That must be one of the camps. Lekker gevecht gaan, hè? Oké, je gaat opeens wegvluchten. In zijn benen. Boom, home run, baby. Lekker aangepakt. Well, oh, that got nice. The blood pumping. I should talk to this Spartan. Well, that got the blood pumping. Gekke guy. Nou, wat heb je te vertellen, jongen? You fight well. Spartan? I was. But that was a long time ago. Spartan blood is eternal, stranger. What's your name? Alexios. Ah, Kira told me that name. They call me Thaletas. I was Polemarchos to the Spartans here. Was? Our ship was sunk. Our generals killed. There are only a few of us left. We've all lost friends to this war. We can mourn together. But first, I need to find Kira. What do you want with her? Kira sent me a note. I'm here to kill Podarkis. She's clever. Sparta got the same note. I will help Kira reclaim these islands. Just don't forget who helped you reclaim this beach. I like you, warrior. The rebel hideout is an underground cave southwest of here. I'll meet you there. Oh, ziek. Nou, we ook meteen de locatie van dat andere kamp. Dat is natuurlijk perfect, want daarmee was ik aan het struggelen. Dus dat gaan we natuurlijk meteen lekker achteraan doen. Lekker chill nice. Nou, komt deze hoor. Komt die aan. Misschien kunnen de rebels meteen helpen. Ja, die komen inderdaad meteen helpen. You'll die for this!
Nice, die beest is neer. Die gast mag me best wel helpen, hè? Hij staat hier gewoon stil nu. Ja hoor, doe even normaal, gast. De een is dood. Oké, nice, huurling. En dan ga ik die fucking shit afbetalen, want ik ben hier natuurlijk een beetje klaar mee. Jullie snappen dat ik niet oneindig in gevecht wil zijn met huurlingen. Premie even afbetalen. Oh, gewoon rustig naar de markering toe. Ik word natuurlijk helemaal scheidziek van die huurling. Rot op, joh. Doeg. Wow, 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 wat voor een ook. Oh my god. Ze zijn nog gewond ook. Wat de hel? Hier moet ik even naar kijken. Hier moet ik even naar kijken. Ik ga hoger op zitten. Dan kijk ik eventjes wat die huurling aan het doen is. Oh, Alpha Beast vermoord. Kan je nou weer weggaan? What? You can't win, Missios. Je blijft vechten tegen me. Gewoon nog steeds niet klaar mee. Oké, dan gaan we er weer vandoor. Heel irritant dat ze blijft volgen. Oh, laat ik trouwens eventjes die huid... wel plunderen. Heel irritant, die huurlingen. Misschien wel een van de irritantste dingen uit de game. Hier ook weer. Kamp geheel aangevreten door die leeuwen daar. Hey, doei huurling. Ik peer hem. Ik ga namelijk naar het rebellenkamp. Zie maar wat je doet. Chalas. Wel benieuwd, want het lijkt best wel een grote missie, helemaal met scènes, dialogen tussen die Spartaan en Alexios. Gaan het zien, guys. Er is hier alleen een Anigmata Ostraca. Seems like a good place for a hideout.
I'm looking for the one called Kira. I've come in response to a call for help. You missed. Are you here to spy, Athenian? Or maybe you are Athena herself, dressed in a dirty disguise? Sure, I'm a god. You think it's wise to throw blades first and ask questions later? Podarkis and his men have been hunting and killing us without mercy. Dat soort gesprekken gewoon afhandelen met humor. His spies are everywhere. He won't rest until all who oppose him are dead. We are all that's left of the resistance. This is the first night we aren't fighting for our lives. And it could be our last. And suddenly, you show up. This is why I'm here. It's your symbol, right? You're the Mystios who bears the Eagle of Zeus. My apologies. These are dangerous times for anyone waging war against the Athenian Empire and the Delian League. I am Kira. Kira Metz, en gaan we ook Hittite zien en gaan we neuken, net zoals in The Witcher? Of ga ik nu te snel? Your note mentions Podarkis. I'm going to find him. His house is on the coast, north of Mykonos City. But he's heavily guarded. We've never been able to get close enough without taking heavy casualties. This is why I sent for you. I thought Delos was the heart of the Deliagi League. Athens' pride and joy. We were. Until Athens took the League's treasury away from Delos. Why? So they could build a statue of Athena mocking Apollo. The people pleaded with Podarkis not to trust Athens with the treasury, but his thirst for power made him deaf to his people. I came here to help you deal with one man, not go to war. Which is why I sent word of a rebellion to the mighty Alexios, and Sparta too. Someone say Sparta? You're alive! How are your men? Alive as well. Thanks to you. You've met? Good. Now that we're all friends, we need a plan. How long till Podarkis finds us? We're right under his nose! His nose is so high in the air, he couldn't find the statue of Artemis Agrotera if he was standing on her head! We know where he lives. I say we knock down his door and run our spears through his face. That's a terrible plan. The Spartan phalanx is impenetrable in a ground assault. Not when there's only 12 of you. You think with your heart. That's what I like about you. But you're a general. To those men now, you need to think with your head. All you do is hide in caves and lurk in shadows. We didn't come here to hide. We came here to fight. And we will. But right now, we're outnumbered. We must be strategic. Alexios, what do you think we should do? Kira's right. Taking them head-on would be suicide. Sailing here was suicide! Right now, my men are on the beach. That's where I'll be! Thaletas, don't! If you decide you actually want to win this rebellion, come find me. Spartans. Don't mind him. He'll be fine after he kicks something. But I'm glad you agree with me, Alexios. Meet me at the Temple of Artemis. There we can discuss how to take down Podarkis. Oh, this is going to be a long rebellion. Yep. Oh, damn.
Wie had dit zien aankomen? Grote questline, man. En wat een fucking vette questline eigenlijk. Wat betreft deze characters die ik nu zojuist heb ontmoet. Ik vind het echt toffe characters. Vooral die Kira. God damn. Natuurlijk ben ik het met haar eens. Heb je gezien hoe ze eruit ziet? Niet normaal. Nee, even zonder grappen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. En dat zullen we natuurlijk ergens in de volgende afleveringen gaan zien. Ik hoop dat jullie in ieder geval hebben genoten. En in de volgende episode bij zijn. Waar we natuurlijk al deze verhaallijnen zo snel mogelijk gaan vervolgen. Thanks voor de support. Thanks voor het kijken. En tot de volgende afleveringen, guys. Peace out. En later.